Lieve vrienden, ik wil graag van die geleentheid gebruik maken vanochtend om kortliks net met jullie een paar dingen te reël en oor een paar goed te gesels. Baie dankie, heel eerste, vir elke lidmaat en elke persoon wat die bediening van Graydien gemeente volg, vir julle gebede en julle ondersteuning. Ons as gemeente het groot waardering dat daar so baie mense is wat vir ons bid en ons bediening ondersteun op verskeie maniere. So baie baie dankie, net om mee weg te spring. Vriende, Graydien gemeente is een klein gemeentekie hier in die suidweste van Johannesburg. Ons lê in Graymond, die woonbuurt, en is tussen Northcliff Koppies aan die een kant, Bergbron aan die weste kant, en aan die suide kant Newlands, Safiatown, Westdean, en dan aan die ooste kant Linden. Dis waar ons gemeentekie gevestig is. Meer as 60 jaar dien kinders van die Here hom uit hierdie gemeente. Ek het genoem dat ons maar een klein gemeentekie is. So wat 60 mense woon gereeld die erediensten hierby wanneer ons erediensten het. En is betrokken bij verskeie bedieningen binnen die gemeente. Ik is ook baie dankbaar voor een kerkraad wat goede leiding gee, wat lekker saamwerk as een span en wat die bediening eerste stel en wat God op allerhande wijze is, binnen en buiten die gemeente met oorgawe dien. Het is lekker om deel van so'n span te wees. En ek is altijd opgewonde om samen met hulle om een tafel te sit, te bid, na te dink oor waarna die Here ons lei en roep. Het is ook waar dat ons door die afgelopen inperkingstijd nes baie ander geloofsgemeenskappe en andere instanties ook maar door een swaar tyd gegaan het. Gelukkig en met groot dankbaarheid teenoor die Here kon ons vir die laaste 5 maanden al ons verpligtinge nakom. Dit het echter verander in die laaste maand of so. Aan die einde van September, einde van Augustus, het ons by 'n punt gekom dat ons nie ons verpligtinge teenoor ons werkers kon nakom nie. Salarisse kon nie uitbetaal word nie. Dis een baie slechte positie waarbinnen ons onszelf bevind. Ons het eindelijk gehoop dat die verkoop van die Westdean kerkgebouw afgehandel zou wees en dat die geld wat daaruit voortspruit alreeds beskikbaar voor ons zou wees. Maar weens die inperking het die goed langer gevat tot nou toe as wat ons verwacht het en is het nog steeds niet afgehandel nie. Maar die hoop beskaam nie. Ons glo en ons vertrou dat binnen die volgende maand dit wel afgehandel sou word. Ons het 'n klompie goed in plek gesit om ons juist deur hierdie 5 maande te ondersteun. Die synode Hoofveld het gesê dat hulle ons sal help. Ons weet net nog nie hoeveel nie en wanneer dit beskikbaar sal wees nie. Ons het ook by Ters aansoek gedoen vir financiële ondersteuning wat ons gekry het,
Maar soos julle weet, het die laaste uitbetalings in die lig gehang oor dat daar soveel korrupsie rondom die uitbetalings was. Maar ons is blij om te hoor dat dit wel binnenkort die geval gaan wees, dat ons wel een uitbetaling gaan ontvang. Aan die een kant wil ik graag een oproep doen aan ons lidmate om so ver dit moontlik is. En ik weet, ons allemaal kry zwaar, ons allemaal het maar, moes maar die gordel een bykie stuiver intrek. Als jij kan, doen ek een beroep op jou om hier die bediening te ondersteun financieel. Als lidmaat wil ik jou aanspoor om jou eie situasie deur te kyk, dit met die Here op te neem en in gebed te bid en sy leiding te vraag en om op hierdie manier seker te maak dat hierdie bediening voortgaan. Ek vraag baie mooi, mag die Here julle lei om op een manier toch te kan bijdra. Daar was ook een klompje ander mense wat nie lidmate is nie en wat na ons video's op YouTube kyk en wat aangebied het of gevraagd dat hulle graag ook een bijdra ten opzichte van die bediening wil maak. Ek sal aan die einde van hierdie video dan ook die bankbesonderhede van die kerk aan julle beskikbaar maak, sodat julle ook dan 'n bydrae kan maak, vrywilliglik, soos julle wil. By voorbaat, baie dankie. Dankie aan ons lidmate, wat altyd reageer en altyd bereid is om 'n verskil te maak. En ook aan die wat dan nie deel is van ons gemeente nie en toch ons bediening wil ondersteun. Ons dank die Here vir julle. Vriende, net een klein verduidelikingkie in termen van wat my posisie hier is. Ja, ek is die voltydse leraar van Graydien gemeente, Leon Forsman. Maar ek is ook 'n tentmaker dominee, in die sin dat ek net vir 50% van my inkomste afhanklik is van die gemeente. So lewer ek dus ook my bydra om die las vir die gemeente ligter te maak. En dan het ek 'n klompie besighede, 2 om precies te wees, mediasie en beradingspraktyk, en dan het ek ook 'n winkel waaruit, 'n virtuele winkel waaruit ek dan skoonmaakmiddels verkoop teen baie billike pryse met 'n hoë kwaliteit. As dit nie daarvoor was nie, dan sou dit ook maar hier broekskeer gegaan het. Maar die Here het voorsien en ek loof en prys om daarvoor. Die feit dat ek 'n tentmaker is, dink ek, het my bediening verryk. Dit het my nader gebring aan lidmate op soveel maniere. En ek dank die Here daarvoor. Ek glo ook dat tentmaker bediening waarskynlik in die toekoms die inding gaan wees. En dat daar baie min gemeente sal wees wat voltyds 'n dominee in diens sal neem en hom ten volle vergoed in termen van die riglyne van die synode. Dis nie volhoubaar nie. Al meer dominees gaan tentmakers word. Dis ook vir my wonderlik om te sien dat die inperkingstyd eintlik ons grondgebied as gemeente vergroot het. In die laaste 2 weke het ek die wonderlike voorreg gehad om aan huis te wees van so ongeveer 15 mense wat lidmate by Graydien wil word. So die Here voeg ook toe tot ons gemeente en ons beleef
ten spijte van die inperkingstijd, groei in getalle. Maar ik denk ook in geestelijke weerbaarheid, het die inperkingstijd ons ook nader aan die Here gebring. En ik is dankbaar daarvoor ook. Alles in die inperkingstijd was niet net sleg nie. Ons vier zondag in die kerkgebouw nagmaal. Als jij graag wil komen, is jij meer als welkom. Ik zal ook je adres voor jou aanstuur, indien jij dit zou willen. Maar dat is een tweede moontlikheid. Ik ga dit ook op Zoom uitsaai. Jij kan die applicatie uit die Google Store gaan aflaai. Dit is een gratis applicatie. Ik zal dan voor allemaal wat het aanvra en wil hê, die link stuur waarop jij net hoeft te klik zondagochtend en deel kan worden in werkelijke tijd van die eredienst hier in Graydien, uit die gemak van jouw eie huis, waar dit ook al mag wees. Ons gaan nagmaal vier, so jy kan ook daar by die huis vir jou een stukkie brood en een bykie wijn recht kry of druivensap, en soos wat ons dit in die eredienst gebruik, kan jy dan ook die nagmaal saam met ons gebruik. Enige een is welkom, en dit sal lekker wees om te weet, ons is dwars oor die land, een eenheid in Christus, en saam bezig om nagmaal te vier. Vrienden, dit was maar een gemengde sakkie vanochtend uit in hierdie gesprek, maar ik denk, oorwegend is het positief. Oorwegend is dit een verhaal van dankbaarheid, van een Here wat voor ons zorg en ons lei, ons goede herder is, en ons lei na waters van rus en na weivelde van oorvloed, wat ons laat aansit bij een feestmaal van vreugde en blijdschap. Ik wens jullie allemaal die heel beste toon en mag die Here jullie ook in hierdie tyd dra. Baie mense het geliefdes aan die dood afgestaan in hierdie tyd en ek bid vir jullie en ek vraag dat die Here jullie ook sal troos en bystaan.